Hans Dirks. Je dacht misschien dat de hartritmestoornissen een zuiver medisch probleem zijn. Maar niets is minder waar. Ook wiskunde en wetenschappen kunnen hier een steentje bijdragen. Zelfs de relativiteitstheorie van Einstein kan hierbij aan bod komen. Wil je daar meer over weten? Volg mij daar naar binnen naar het juniorcollege. Ook het hart kent soms stemproblemen wel natuurlijk heeft het hart geen stem maar stem slaat hier uiteraard op wetenschap, technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde en deze aspecten of deze delen van stem zijn ook belangrijk bij het begrijpen en behandelen van hartritmestoornissen. Hier in het midden zie je een wiskundig hartmodel, een computermodel van het hart en om dat te maken hebben we verschillende zaken nodig. Gerelateerd aan de vakken die je al kent van het middelbaar. Daar is input nodig, zowel vanuit de biochemie, wiskunde, fysica, biologie en informatica. En als je gaat kijken op het niveau van de universiteit, als je gaat verder studeren, kunnen hartritmestoornissen aan bod komen in verschillende wetenschapsdomeinen of studiedomeinen, namelijk geneeskunde, ingenieurswetenschappen, exacte wetenschappen, farmacie en biomedische wetenschappen. Waarom onderzoeken we hartritmestoornissen? Op dit moment sterft nog één op drie mensen door hartfalen. Dus denk aan je familie, aan je vriendenkring: 1 op drie mensen sterft uiteindelijk door hartfalen. Dus dat is een levensgroot medisch probleem. Als we gaan kijken naar welke problemen er voorkomen met het hart, hebben we enerzijds mechanische problemen. Het kan zijn dat je een hoge bloeddruk hebt, dat je klep versleten is, dat er een stent of een bypass gemaakt moet worden. Dat zijn zaken die te maken hebben met de bloeddoorstroming, daar ga ik het vandaag niet over hebben. Mijn vakgebied is elektrische problemen van het hart beschrijven met wiskunde en wetenschap. Er zijn bijvoorbeeld medicijnen die inwerken op die geleiding van de elektrische prikkels. Ook als je een pacemaker zou krijgen of een defibrillator, dan is dat een toestelletje dat ingrijpt of die, prikkels, die elektrische prikkels gaat bijsturen. En ook ablatie is mogelijk. Daar zal ik het straks nog over hebben. Maar kort gezegd, als de prikkel langs een verkeerd pad gaat. of op een bepaalde verkeerde plaats ontstaat. kan de cardioloog dat zieke stukje weefsel wegbranden. met ablatie. en op die manier je hartritme herstellen. We gaan het dus hierover hebben. En dan een korte uh, refresher, reminder um, voor iedereen. Het hart is het centrum van de bloedsomloop. Je hebt de grote bloedsomloop. Het hart pompt zuurstofrijk bloed vanuit de linkerkamer naar het lichaam. Dat, daar wordt het zuurstofarm. Je keert dan terug naar de rechter, uh, het rechterdeel van het hart en uh, wordt dan in de longen terug voorzien van zuurstof. Als je gaat kijken. De onderste kamers van het hart noemen we de ventrikels. Die zie je hier onderaan ook in het blauw afgebeeld, uh, rechts op de slide. Die ventrikels zijn de kamers van het hart en die hebben een dikke spierlaag. Die moeten goed kunnen pompen, want die moet het bloed gaan rondpompen um, naar de longen of naar het lichaam. Als je nu een ritmestoornis hebt in die hartkamers, ja, dan heb je een probleem, want dan komt het algemene pompwerking van je hart um, komt in het gedrang en dan ga je binnen enkele Minuten flauwvallen en kan je sterven. Als je gaat kijken naar die twee kleine kamertjes van boven aan het hart, dat moment de boezems of de voorkamers, die hebben een dunnere laag, want de enige, hun enige functie is om samen te trekken en dan bloed naar de kamers te pompen, zodat die, die pomp kan werken. Als je ritmestoornissen hebt in de voorkamers, dan ga je een verminderde pompwerking hebben. En laten we zeggen, dat is op dit moment een, een belangrijke chronische aandoening bij de oudere bevolking. Die gaan dan VKF hebben, bijvoorbeeld voorkamerfibrillatie. En dat heeft tot effect dat zij bijvoorbeeld uh, een hoog risico hebben aan bloedklonters uh, met eventueel risico beroerd. Dus vandaar zowel problemen van de aansturing van de voorkamers als van de kamers uh, moeten aangepakt worden. Als we willen weten hoe een Ziektebeeld eruit ziet, moeten we ook weten van wat is de normale volgorde van elektrische prikkels in het hart. Wel, je kan het hier zien op de animatie. In het rechter atrium of de rechtervoorkamer. Uh, dat zie je linksboven op de slide. Want dokters kijken altijd naar de patiënt, dus de zaak is een beetje gespiegeld. Je ziet daar dat ene rode knoopje. En daar zit je een natuurlijke pacemaker in het hart. Dus die cellen gaan zelf vuren. Je hebt geen hoofd of geen hersenen nodig om je hart te doen samentrekken. En die, dat kompje pacemakercellen zorgt voor een elektrisch signaal. Dat geleidt eerst door de voorkamers en dan passeert het via die knoop daar in het midden naar de hartkamers. En waar het signaal aankomt, ontstaat een samentrekking. Die spieren die wachten op het signaal dat langskomt. En dus een mooie, coherente um, elektrische puls die zorgt voor een optimale werking van het hart. Bij dat elektrisch signaal komt er een uh, kleine ladingsverplaatsing kijken en een spoor daarvan kan je zien op het lichaamsoppervlak als het elektrocardiogram dat daar ook onder is afgebeeld. En nu dacht ik, we, laten, we maken het college een beetje interactief, dus ik nodig jullie echt uit om zelf een hartcel te worden in drie eenvoudige experimenten. Wat gaan we doen? We gaan Mexican Wave houden. Ik denk we zitten al veel te lang binnen geïsoleerd in ons, ons eigen vakje. Als je nu in een, een klasgroep zit, um, dan kan je enkele minuten tijd nemen om, om dit hier te doen en misschien ook een beetje plezier te beleven aan zo'n collega. Dus wat gaan we doen? Het eerste experiment is zeer eenvoudig. Het is gewoon eens kijken of jullie ook een natuurlijke pacemaker in het hart kunnen nadoen. En dat komt neer op een eenvoudige Mexican Wave. Dus je kan hier op de slides zien, uh, ik heb een plan van de klas getekend. Je ziet links, rechts en uh, de mensen die achteraan links in de klas zitten, uh, die mogen even hun hand opsteken. En, uh, je mag ook babbelen met elkaar, ik heb daar toch geen last van, het is een videoopname. En jullie mogen dadelijk uh, een paar Mexican waves starten. Elke vijf seconden staan jullie recht, starten jullie zo'n wave en na twee tellen ga je zitten. En de mensen die in het blauwe gebied zitten, uh, die geleiden gewoon de wave en dan kijken we wat er gebeurt. Dus ik ga jullie even tijd geven om dat te doen. Je kan ook de videoopname even pauzeren en dan verder gaan als dat gebeurd is. Goed, hetgeen je zou gezien kunnen hebben of gezien moeten hebben, eh, zien we hier. Dus hetgeen hier getoond wordt is een. Echte hartsimulatie. En daar zie je dat zo hartcellen die elkaar aansturen en die prikkel doorgeven, zich echt gedragen als een Mexican wave. Dus dit is hetgeen er gebeurt. Je krijgt vanuit dat rechter atrium één puls. En die verspreidt zich doorheen het hart. En vandaar heb je één stimulus, die geeft één activatie of één hartslag. Oké, okay, dat is niks nieuws. Laten we proberen om een interessanter experimentje te proberen. Hier is een uh, iets ingewikkeldere zaak. Um, de zwarte zone in het midden is een gebied waar bijvoorbeeld een hartinfarct heeft plaatsgevonden. Of kan ook de plaats zijn waar een klep zit of waar er ooit gesneden is tijdens een operatie en dat stukje is niet exciteerbaar, daar kan, kunnen geen prikkels door. Dus leerlingen die daar zitten, je kan misschien je stoel een beetje opzij zetten dat je kan aansluiten en toch meedoen, ofwel hebben jullie eventjes rust. Nu wat gaan we doen? Nu gaan we een soort van Mexican wave uitvoeren. Um, zoals je eigenlijk gewoon bent van in een stadium. Maar je moet een beetje kijken hoe je dat, je dat gaat initiëren. Dus de personen in het groen, die links vooraan in de klas zitten, die gaan de weef starten. En wie vooraan in de klas zit, in het midden, in de rode zone, die mag bij die eerste start niet meedoen. Want als je wel zou meedoen, ga je iets anders krijgen. Uh, die gaan eventjes niet meedoen. En dan. Als je deze regels volgt en na drie tellen weer gaat zitten, dan ga je merken dat er iets gebeurt. En vandaar, nu zit het aan jullie, uh, probeer het even zelf uit. Wel. Als alles goed gegaan is en je hebt de instructies gevolgd, dan zou je een soort klassieke Mexican wave moeten gezien hebben. En dat ziet er dan zo uit als we dat zien als een hartmodel. Die gaat rond, want die kan in eerste instantie niet door die rode zone propageren. En vandaar krijg je een ronddraaiende beweging rond dat obstakel. Met andere woorden, we hebben een hartprobleem letterlijk. Want we hebben niet meer dat één puls vanuit die pacemaker het hart doet exciteren. Maar in dit geval heb je één puls die gestart is en die blijft het hart doen gaan en doen gaan. En als je dit voor hebt, heb je bijvoorbeeld een hartslag van 180 slagen per minuut en zit je in een tachycardie. Wat is de oplossing die men heeft voor zo'n tachycardie? Wel, als, je dat, als dat in jouw hart een aantal keer voorvalt. En je hebt het geluk dat dat dan vanzelf stopt of dat er iemand op tijd bij was om jou met de ziekenwagen af te voeren. Dan gaat een cardioloog tot een ablatie overgaan. Wat gaat men doen? Men gaat die zone die hier in het wit is, verbinden met de rand. Met andere woorden, men gaat dat circuit doorbreken, eigenlijk doorknippen door een nieuw litteken te maken. En op die manier kan die tachycardie niet meer doorgaan. Laat ons nog een derde experiment proberen. Dat heb ik nog nooit zelf geprobeerd, dus jullie zijn mijn, mijn testpubliek. Als het lukt en als je een leuk filmpje daarvan kan maken, mag je dat ook altijd aan ons doorsturen. Um, en dit is een protocol dat we gaan nabotsen, dat ook cardiologen gebruiken om een ritmestoornis uit te lokken. Dus merk op, we hebben geen centraal obstakel niet meer. Um, we hebben enkel een, een signaalpersoon, dus je moet iemand aanduiden en dat is persoon A. En wat er gaat gebeuren is het volgende. Je ziet een groene lijn op de slide. Dus De mensen die links zitten in de klas, die gaan straks één keer de weefstart. Iedereen doet mee. Ook de mensen in de oranje zone, ook de persoon, persoon A. En op het moment dat persoon A terug gaat zitten als de golf gepasseerd is, dan roept hij ja. En op dat moment schieten alle oranje cellen in actie. En die gaan dan. Een golf start. En dan gaan we kijken opnieuw wat er gebeurt. Je kan, als je, je kan dat een aantal keer proberen, want het is niet zeker dat je meteen ziet wat je zou kunnen verwachten. Um, maar het is ook geen garantie op succes. Het is een echt wetenschappelijk experiment dat je hier nu kan uitvoeren. Laten we eens kijken wat er gebeurt als we dit experiment. In silico, dus in de computer, uitvoeren, dan krijgen we het volgende. Dus hier hebben we de eerste golf. In de cardiologie heet dat een S1-stimulus, of een eerste stimulus. En dan die persoon A is hier niet aangeduid, maar die is ergens een blokje in het midden. En die gaat nu zeggen ja. En dan krijg je dat tweede blok. En dan merk je dat dat tweede blok enkel kan propageren in dat gebied linksonder. En als je medium groot genoeg is. Dan krijg je dit soort van activiteit. En in de cardiologie heet dat een rotor. En dat wil zeggen dat is een medische term, waarmee men beschrijft dat er een soort van Mexican wave rondgaat in een stadium waar ook het middenplein is gevuld. Het gevaarlijke aan die zaken is dat die, um, die blijven bestaan, die hebben geen obstakel nodig, Dus zelfs in een gezond hart zonder liedtekens of, uh, of gaten erin, um, zou je dit uh, kunnen hebben. Kan het erger dan dat? Wel, die, die ene rotor van daarnet was een tachycardie. Er bestaan ook andere hartritmestoornissen zoals deze. En dat is fibrillatie. Dus dat start op dezelfde manier met zo'n initiatieprotocol. Maar dan kan het gebeuren dat zo'n spiraalgolf uit zichzelf uiteenvalt. Je merkt dat hier. Eigenlijk heb je die verschillende golven die tegen elkaar beginnen botsen. En dan komen er in, op dit moment drie spiraalgolven en het gaan er duidelijk nog een beetje meer worden. En als, die, als dit gebeurt in je hart, dan gaat je hart niet meer mooi samentrekken, maar gaat je hart een beetje beven. En dan krijg je een soort van chaos in je hart. Als je zou kijken op een, op een elektrocardiogram, is dat zo'n wiegellijntje. En ja, dan is er een elektroshock nodig. Die elektroshock die kennen we, dat heet defibrillatie. En dat is zo genoemd omdat de toestand die je daarmee wil beëindigen, fibrillatie heet. Dus laten we eens een overzichtje bekijken. En hier is het belangrijk, um, of nuttig om te, te zien, er zijn verschillende werelden aan hartritmestoornissen. Het bovenste lijntje is een elektrocardiogram. Dat is typisch wat een dokter ziet als je de eerste keer bij de, uh, bij de dokter gaat. Die kan zien dat je hebt een normaal hartritme hebt. Dat uh, heeft zo hier en daar een piek uh, en een zeer duidelijk afgeleide uh, kenmerken die een dokter goed kan herkennen. Je kan ook tachycardie hebben, dat ziet er dan uit zoals bovenaan in het midden. Of je kan fibrillatie hebben, die chaotische toestand van daarnet. En dan is de lijn niet vlak, want je hart is nog aan het samentrekken, is nog aan, iets aan het doen, maar het is totaal incoherent. Vanuit de wereld van de wiskundige modellering kunnen wij dit, en dit is voorlopig in 2D, kunnen we dit ook uh, modelleren en dan zien we zeer duidelijk wat er aan de hand is. Namelijk je kan dan hebben in het eerste geval een normaal hartritme is een vlakke golf, in het tweede geval heb je een, een spiraalgolf, en in het derde geval heb je een, een zee van spiraalgolven. Je kan dat ook gaan vergelijken met experimenten. Hieronderaan zijn experimenten die gedaan zijn door uh, hartcellen te kweken in een schaaltje. Er is uh, zelfs vorige week nog een, een belangrijk artikel daarover uitgekomen waar wij kunnen die experimenten hier meegeven. Um, namelijk, uh, je ziet opnieuw de verschillende zaken. Uh, links heb je um, een normaal ritme nagebotst in zo'n uh, celcultuur. In het midden zie, heb je een spiraalgolf en in het echterkant heb je drie spiraalgolven. En de vraag die wij ons stellen als wiskundige modelleerder is: ja, hoe kunnen we begrijpen wat er gebeurt? Hoe kunnen we die ritmes gaan controleren? En in de toekomst zouden we ook graag willen dat we een model kunnen maken voor een bepaalde patiënt, zodat een behandeling getest kan worden, dat er gezegd kan worden van: kijk. Um, deze behandeling gaat waarschijnlijk werken en die misschien eerder niet um, voordat je effectief de behandeling doet, nu, de basisinhoud die ik jullie graag wil meegeven is hoe worden die computermodellen van het hart dan gemaakt. Want je kan zeggen ja, dit is een, een mooi praatje. Fijn. We maken gewoon een filmpje. Er zijn 101 manieren om filmpjes te maken. Maar een filmpje maken is nog iets anders dan een computermodel maken van het hart. Ik heb hier um, vier basisbouwstenen. Namelijk, um, als je gaat kijken waar die elektrische prikkels vandaan komen, dan heb je basiselementen uit de chemie nodig. Namelijk, wat hier getekend is, is een uh, celmembraan. Dat is die blauwe, uh, dat blauwe kader. Daarbinnen zijn een aantal organellen in die cel aanwezig. En in dat celmembraan zitten er kanaaltjes, die hier met die gele blokjes zijn weergegeven. En door die kanaaltjes stromen ionen. Natrium, kalium, calcium, chloorionen, die stromen van binnen naar buiten door die kanaaltjes en die kanaaltjes regelen dat. En als je eens je weet welke kanaaltjes dat daarin zitten, kan je die gaan meten. Dat is iets voor de biologie of voor de biomedische wetenschappen. Dus als je gaat kijken naar dat membraan, kan je dat membraan doorprikken met een zeer fijne pipet en kan je de voltageverschillen gaan meten en op die manier karakteristieken gaan vinden van die cel of van dat kanaaltje. Daar wordt dan, uh, worden dan curves aangefit. Dan heb je een model voor één hartcel. En als je dan die hartcellen wil gaan koppelen, dan gaat men fysica gebruiken, namelijk de kabelvergelijking. Die vergelijking was oorspronkelijk ontwikkeld voor telegraaflijnen in de jaren 1800, maar die leven nog altijd voor in hart, voort in hartmodellen. En als je dat allemaal samenzet, kan je dergelijke hartmodellen uh, maken. In dit geval tonen we een ventrikel waarin zo'n spiraalgolf aan het rondgaan is. Nu hier is er nog een, een fijn aspect of een mooi historisch aspect hieraan. Ik kan je afvragen hoe vinden we die functies voor het hart? Dus die functies die daar gefit worden op de vorige slide rechtsonder, eh, hoe kan je die meten? En historisch gezien, in de jaren zestig is dat voor de eerste keer gemeten. Dat was niet voor een hartcel, maar voor een zenuwcel. Ik kan zeggen hartcellen en zenuwcellen hebben beide die elektrische prikkels. En historisch gezien hebben we ook de vergelijkingen van die zenuwcellen. Dus die wiskundige formules worden nog altijd gebruikt. En toen was er een probleem, want ja, een zenuwcel is zo fijn dat je daar met, jou, met de, een glazen pipet, je kan daar moeilijk een glazen pipet gaan instoppen en, en dan de meting gaan doen. En dit is een, een, een fantastisch voorbeeld van out of the box denken. Wat kunnen we doen? Wel, zoek de grootste zenuwcel in het dierenrijk. En wat was to, toen de grootste zenuwcel in het dierenrijk? Je kan je van alles gaan, gaan inbeelden. Uh, ja, denk aan grote dieren en men koos uiteindelijk voor de reuzeninktvis. Nu, die reuzeninktvis die heeft tentakels van enkele meters lang. En het mooie daaraan is dat daar er één zenuwcel in zit van aan de kop van die inktvis tot aan het uiteinde. En daar kan je een meting gaan doen. Dan kan je gewoon een meting doen en zeggen ik, ik meet de aankomsttijd van, van die golf, ik meet daar en die zenuwcel is ook vrij dik. En daar kan je dan metingen in gaan doen en dit leidde uiteindelijk tot de Nobelprijs in, van Geneeskunde in 1963 voor de heren Hodgkin en Huxley. En wat zij vonden uit deze inktvis, zijn dit, deze set van vergelijkingen die nu bekend staan als het Hodgkin en Huxley-model. En hierin staat er: kan je lezen, de stroom is gelijk aan en dan iets met een capaciteit, en dan een aantal van die kanaaltjes krijgen elk hun eigen term. En of dat die poorten in dat kanaal open zijn of dicht staan, wordt dan gegeven door die andere vergelijkingen. Dus dit is om jullie te tonen wat er eigenlijk onder de motorkap zit van zo'n wiskundig hartmodel. Dat is nadien herhaald, ook in andere dieren, ook in menselijke hartcellen. En op die manier hebben we nu betere modellen gekregen die meer specifiek zijn. En als resultaat daarvan vinden we de reactiediffusievergelijkingen. Dit is een formule, ik, dacht, ik werk zelf in het departement wiskunde, dus ik wil jullie wel tonen waar die wiskunde echt aan te pas komt. Wel, deze vergelijking wordt gebruikt om hartritmes te gaan modelleren. Laat ik die even toelichten. Hetgeen je hier meteen herkent, is dat daar afgeleiden in staan. Daar staat een afgeleide d, dt is de afgeleide naar de tijd. Dat zegt hoe verandert u? En u is dan een set, een Kolom, um, matrix, van uh, de potentiaal van de ionenconcentraties, bijvoorbeeld natrium binnen de cel, natrium buiten de cel. Dan wil je ook calcium in de cel nog hebben. Dan wil je nog weten hoe die poorten open en dicht staan. En al gauw heb je 10 tot 20 van die variabelen en die evolueren samen. Hoe evolueren die? Uh, de tijdsafgeleide van u, dus de verandering van u, is gegeven door. En dan heb je twee termen in het rechterlid. Die eerste term is een. Um, Diffusieterm, zullen we maar zeggen. Um, de diffusie is het feit dat die golf zich moet verspreiden, en het feit dat die golf zich moet verspreiden, heeft te maken met de ruimtelijke afgeleide. Ik ga dat niet in detail uit de doeken doen. Maar die tweede orde afgeleide, je, je weet dat dat te maken heeft met of een functie hol is of bol is. Wel, als een functie zo gekromd is, dan weten we dat de tweede afgeleide negatief is en dat um, als een bepaalde concentratie er is dat die zich heeft opgehoopt dat dan dat moet uitspreiden en vandaar dat de, dat de evolutie, de verandering in hoeveelheid negatief moet zijn en vandaar zal een bolle vorm naar beneden gaan en als je een holle vorm hebt in iets gaat dat naar boven gaan. Vandaar die uh, situatie met die tweede orde afgeleide heeft tot effect dat er een uitspreiding is of een nivellering van de potentiaal. Er staat ook een matrix bij, P. Die matrix heeft allemaal nullen en enkel een 1, omdat die diffusie enkel slaat op de eerste term. En die eerste term is de elektrische potentiaal, omdat dat hetgene is dat zeer snel verandert en die golf doorgeeft. Die tweede term die daarin zit, die tweede term is um, F van U. Wel, die F van U zijn die fameuze vergelijkingen die ik daarnet getoond heb van Hodgkin-Huxley, maar er zijn ook andere alternatieven voor. En die... Bepalen of jij een hartcel van een inktvis aan het uh, bestuderen bent, of van een mens of van een um, ander dier, of misschien zelfs een totaal ander proces. Als resultaat hebben we hier een set van vergelijkingen. Men noemt dat de reactiediffusievergelijkingen. Toepassingen daarvan die, um, gaan veel verder dan hartritme. Stoornissen, namelijk een bosbrand, is uiteindelijk ook een proces waarbij er lokaal iets gebeurt. In plaats van een hartcel die exciteert, heb je daar bomen die opbranden. En die zorgen ervoor dat ook de bomen ernaast in brand vliegen. En op die manier geeft een bosbrand aanleiding tot een uh, golfbeweging. Ook in heel wat diersoorten, um, patroonvorming daar, hier zijn visjes uh, getoond, um, die kan je modelleren um, met de hand van die reactiediffusievergelijking. Rechtsboven zie je arteriosclerose, dus of een chronische ontsteking van de bloedvaten, kan ook gemodelleerd worden hierdoor. Als ik dan verder ga, uh, rechtsonder zie je de Mexican wave, hebben we al gezien. Onderaan in het midden heb je ook een set neuronen, ook de golven doorheen onze hersenen, die we nog niet helemaal begrijpen, uh, kunnen in zekere instantie door zo'n reactiediffusievergelijking worden uh, weergegeven. En helemaal linksonder staat een kaart van de verspreiding van de Covid-pandemie. Ook COVID kan je zien als een excitatie. Als je besmet bent, ben je, ben je geëxciteerd. Nadien ga je terugkeren tot rust en misschien word je nadien nog een keer geïnfecteerd. Je weet dat niet. Um, en de ruimtelijke verdeling daarvan kan je ook in zekere benadering um, weergeven door zo'n uh, diffusiemodel. Vandaar als je ziet um, in, het, uh, in het journaal dat er weer een, um, een of ander model gebruikt wordt, wel under the hood kan dat zeer goed lijken op zo'n. Um, Reactiediffusiemodel. En dan kan je zeggen van wel, oké okay, meneer, je hebt, een, je hebt een formule. Wat doen we met zo'n formule? Want uh, wij willen een filmpje zien, wij willen uh, iets voorspellen. Maar hoe doe je dat met zo'n formule? Wel, Dan heb je hier um, een eenvoudige wiskundige afleiding. Um, het is niet mijn idee, het is dit soort. Um, Rededering is voor het eerst gemaakt door, door Euler in 1768 en die gaat als volgt. Dus stel dat je weet dat je zo'n een, een toestand hebt, u, dus dat was die set van potentialen en ionenstromen enzovoort, en de afgeleide van u is gelijk aan f van u. Dan kan je zeggen wel die afgeleide is ongeveer gelijk aan, denk aan de definitie van afgeleide, u niet op tijdstip t, maar een tijdstip een heel klein beetje later, een milliseconde later of zoiets, t plus dt. Min u van t gedeeld door dt. Je hebt dat waarschijnlijk gezien met daar een limiet voor en dan die dt schrijf je als h u van t plus h min u van t gedeeld door h en dan de limiet van h naar 0 is de afgeleide. Wel als we die limiet even wegdenken, maar numeriek gaan we een approximatie moeten maken, uh, dan hebben we dit hier en dan kan je zien als je um, die breuk gelijkstelt aan f van u in het linkerlid en dan omvormt, dan kan je daar de vergelijking uithalen u van t plus dt u 1 milliseconde later is gelijk aan u op dit, tijdstip, op dit tijdstip plus f van u maal dt. En dat is mooi, want als je u op dit moment kent, dan kan je ook f van u bepalen, dat zijn die vergelijkingen van de inktvis. En dan kan je op die manier berekenen wat u moet zijn 1 milliseconde later. En door dat te doen en te blijven doen, kan je gewoon vooruit gaan rekenen. Dat is niet enkel voor het hart, ook weermodellen, als je gaat kijken naar de dagelijkse weerbericht, kan op die manier gemodelleerd worden. Intussen heeft men daar efficiëntere methoden voor, maar de basismethode waarop die gebaseerd zijn is nog altijd Euler's methode. Hoe ga je dat dan gaan oplossen? Gelukkig hebben we nu heel uh, goede rekenkracht, bijvoorbeeld Foto Links toont uh, de supercomputer, um, waar je dergelijke berekeningen op kan uitvoeren. Uh, maar sinds kort kunnen we die ook doen uh, dankzij de gamingwereld. Dus hier is een stukje van, uh, van Fortnite weergegeven. Um, wel, het is zo dat, dat voor um, gaming er zeer performante graphical processing units werden uh, ontwikkeld. Die hebben als eigenschap dat die elke pixel heel netjes moeten en zeer snel moeten kunnen gaan weergeven, omdat je in een game heb je geen tijd hebt om, om te wachten. En dus kan je een hartprogramma bijvoorbeeld gaan vertalen, zodanig dat in plaats van pixels, dat die de staat van cellen in je hart gaat uh, berekenen. En op die manier kunnen dergelijke simulaties uh, ongeveer tien keer sneller gebeuren dan op een klassieke computer. Dus wat kan je op dit moment doen met computersimulaties van het hart? Uh, nu als onderzoekers gebruiken we die om te voorspellen wat mechanismen zijn. Bijvoorbeeld stel dat er daar een blokkade is en er is een golf die daar zo ronddraait, gaat die stabiel zijn, gaat die niet stabiel zijn. En je kan ook experimenten uitvoeren die in het echt niet mogelijk zijn. Bijvoorbeeld als je wil weten van wat is het effect van de dikte van de hartwand, kan je een hart maken met overal dezelfde dikte of met een bepaald patroon daarin en dan kijken wat, de, wat het effect is. Waar we naartoe werken met de community is dat we willen binnenkort persoonlijke hartmodellen willen maken. Ook testen van behandelingen al voor ze uit te voeren. En dat ook gaan in te integreren in een soort virtual reality of augmented reality in de operatiekamer. Daar zijn we nog niet, maar daar zijn we wereldwijd aan aan het werk. Ik ga hier het stukje afsluiten over numerieke hartmodellering. Want vanuit mijn eigen ervaring heb ik ook iets om te delen. Eh, namelijk, je kan elementen van de wiskundige natuurkunde, van de theoretische fysica gebruiken om ook iets te zeggen over hartritmestoornissen. Ik had dat ook daar straks eh, bij de intro even vermeld. En zelfs Einstein komt hierbij aan bod. De vraag die er werd gesteld rond 2003 was, welk effect hebben de spiervezels op de spiraalgolf? We kunnen hier gaan kijken. Hier links zie je zo'n een, een rotor of een spiraalgolf in het hart, in de, een model van de ventrikels. En je merkt dat die draait rond een, een klein uh, buisje. Dat buisje is een filament. Dat kan je een beetje vergelijken met een tornado. Men zegt soms dat dit soort van golven zijn, tornado's in het hart. Anderzijds hebben we, kijk in het midden, als je gaat kijken naar het hart, het hart is een spier, als je daarnaar kijkt, dat, dat ziet eruit als een stuk vlees, dat is het ook. En vandaar heb je dat er um, een zeer duidelijke vezelrichting zit in het hart, maar die, die loopt overal zo'n beetje anders. En de vraag is, ja, hoe reageren die rotors op die spiervezels en hoe kan je dat begrijpen? De eigenschap die we hier willen begrijpen is anisotropie. Dus anisotropie wil zeggen is de eigenschap dat in verschillende richtingen verschillende materiaaleigenschappen anders zijn. Bijvoorbeeld hout is een anisotroop materiaal. Als je hier gaat kijken links, heb ik dat proberen weer te geven. De propagatiesnelheid van die golven gaat ongeveer drie keer sneller in de vezelrichting dan dwars op de vezelrichting. En als je dat wil doen ja, tot er een oplossing was. Was het meestal van, kijk, je stopt al die vezels van het hart in een computer en je kijkt wat eruit komt. Of die, die rotors versneld worden, of die in een bepaalde richting aangetrokken worden enzovoort. Dus dat gaat meestal via computersimulaties, maar er is ook nog iets leuk vanuit de fysica dat we daar kunnen gebruiken. Een basisobservatie daar, en het start heel eenvoudig, is dat niet de afstand belangrijk is, maar de reistijd. Ik ga je een voorbeeldje geven. Um, dit is een stukje van een presentatie die ik heel lang geleden in Freiburg in Zuid-Duitsland heb gegeven. En we zien daar uh, stad A is Freiburg en er zijn twee andere steden, laat ik ze B en C noemen, die daar uh, een beetje vanaf liggen. Namelijk stad B ligt ten noorden, ongeveer 65 kilometer, en stad C ligt ten oosten daarvan op 35 kilometer. En je kan je afvragen welke stad ligt het verst van A? Is dat B of is dat C? Je zou zeggen: ja, kijk. Het is duidelijk, B ligt veel verder, want B ligt op 65 kilometer. Maar, let op, je kan als je goed kijkt naar de kaart zien dat er wel een autostrade loopt. Een, een, een Duitse autostrade, daar kan je supersnel rijden. Um, die loopt van A naar B en er loopt enkel een, een gewoon baantje, een, een kleinere baan, een kleinere um, route, van uh, A naar C. Dus je zou kunnen zeggen, als je gaat kijken in reistijd liggen die beide steden op 30 minuten van stad A. En wat ik hier heb proberen te doen op dat uh, tweede kaartje, is die kaart een beetje vervormen. Ik heb die kaart vervormd om het aan te tonen, wel Noord-Zuid loopt daar een autostrade, dus eigenlijk moet je die, die kaart een beetje gaan samentrekken in die richting en een beetje gaan uittrekken in die andere richting. En als je dat volledig zou willen doen, dan bestaat er een wiskundige stelling en die zegt, je kan dat doen, maar je moet wel dubbel zoveel dimensies toestaan. Dus als je die kaart zou willen gaan tekenen, zou je kunnen zeggen, kijk, ik, vorm, ik trek aan dat kaartje en dan wobbelt dat daar zo'n beetje uit. In drie dimensies gaat dat lukken. Wel, in principe heb je maximaal vier dimensies nodig. Het punt is niet dat je meer dimensies nodig hebt. Het punt is hier dat je zo'n kaart, als je die kaart juist gaat tekenen, dat je die moet vervormen en dat die kaart gekromd raakt. En je werkt als het ware in een gekromde ruimte als je rekening houdt met de reistijd in plaats van afstand. Nu was er een belangrijke theorie die dat ook zei, en dat was de theorie van Einstein. Want die zei in het begin van de 20e eeuw um, dat er, als er massa aanwezig is in het heelal, dat, dat de ruimtetijd rond zich kromt. En vandaar, wat hebben wij gedaan, wat heb ik ook mogen doen in mijn uh, doctoraatsonderzoek, was het gebruiken van elementen van de relativiteitstheorie om de baan van die rotoren in het hart te gaan beschrijven. En een leuk iets dat we gedaan hebben bijvoorbeeld, in het midden zie je een, een prentje. Um, links zie je een relativistisch ruimteschip. En daarvoor, voor die uh, navigatie daarvan, ooit is er in 1922 een coördinatenstelsel voorgesteld door Fermi. Dat zijn de Fermi-coördinaten. En wij hebben dan in 2007 tot 2009 die Fermi-coördinaten beginnen gebruiken om die rotor in het hart te gaan beschrijven. Nu, de volgende stap die je daar kan ze zeggen is die, die rode wormpjes hier, die, um, waar rond zo'n rotor draait, hoe um, hoe kan je die dan bekijken? Want hoe kunnen we die beweging dan voorspellen? Dan kan je afvragen welke andere objecten zijn lang en bewegen in een gekromde ruimte. Het hangt er vanaf aan wie je dat vraagt. Als je dat vraagt aan een professor in de theoretische fysica, gaat hij waarschijnlijk zeggen wel, dat lijkt op kosmische snaren uit de stringtheorie. En een van, onze eerste papers, een van mijn eerste papers was dan dit artikel waarin we de beweging van die centra van tornado's in het hart gaan beschouwen als strings in een gekromde ruimte. Als je daar meer over wil weten, dan heb ik een beetje meer tijd nodig, uh, dus ik ga daar niet verder op, uh, over uitweiden, maar op basis daarvan kan je bijvoorbeeld gaan bekijken van, um, in welke richting, um, ten opzichte van anisotropie van het hart, gaan die centra bewegen. Zo het antwoord, de vraag van daar straks krijgt een duidelijk antwoord. Als je um, tornado's in het hart of die rotoren wil gaan um, beschrijven in welke mate dat die uh, beïnvloed worden door anisotropie van het hart, kan je elementen uit de theoretische fysica, namelijk kosmische strings, in een gekronde ruimte gaan gebruiken. Ik ben aan het laatste deel van mijn presentatie toe en dan licht ik graag een beetje um, toe waar ons vakgebied naartoe gaat. Ik heb hier drie verschillende toepassingen of uh, innovaties die er zitten aan te komen. Eén ervan is de digitale tweering. In het Engels is dat ook bekend, is de digital twin. Uh, dat gaat van windmolens tot formule 1 wagens tot uh, mobiliteit in een stad, maar ook voor het hart zijn wij aan het werk aan een digital twin. Wat is het idee? Wij willen uh, medische beeldvorming die er is, de verschillende modaliteiten gaan combineren. Je kan een elektrische beeldvorming doen, je kan ultrasone beeldvorming doen, je kan ook de genetica en de voorgeschiedenis van de patiënt daarin gaan stoppen. Dat allemaal samenbrengen in een hartmodel en dan zo'n ablatie die mogelijk nodig is um, gaan plannen en kijken van kijk, stel dat ik daar een stukje lieteken maak, gaat dan die hartritmestoornis daardoor uh, niet meer terugkomen. Natuurlijk, een chirurg kan maar één keer branden. Dat gaan wegbranden. En uh, in de computer kan je zeggen van zou ik hier moeten wegnemen of daar moeten wegnemen. En op die manier zou je bijvoorbeeld kunnen gaan kijken van uh, wat de beste optie is. De grote uitdaging die we daar hebben is dat elk hart anders is. En op dit moment zijn we nog een beetje aan het vroeten uh, en aan het puzzelen van uh, wat is een minimaal hartmodel um, dat voldoende gedetailleerd is, maar dat wel aan individuele patiënten kan uh, gefit worden. Een tweede toepassing is het, uh, het niet invasief maken van het opsporen en behandelen van hartritmestoornissen. Dus als je op dit moment een hartritmestoornis hebt, um, dan gaat die tijdens een, die ablatie, dus dat wegbranden van die slechte stukjes, moet gebeuren uh, invasief. Dus dan gaat men via een, een katheter in je lies, gaat men een, een, een lang buisje steken tot in je hart, en dan gaat men daar lokaal de signalen opmeten, en dan gaat men ook met datzelfde buisje um, energie afgeven en een stukje hart verbranden om op die manier een litteken te creëren. Dat is minimaal invasief, dat is veel beter dan vroeger, maar het is nog altijd een operatie, een procedure die, die twee tot vijf uur kan duren en waarvoor je in de patiënt moet gaan. En je hebt pas alle informatie ook wanneer je met dat buisje in de patiënt bent, omdat je op die manier de signalen het best kan, kan eruit halen. Dus hetgeen we nu aan het werken zijn, is enerzijds de opsporing door bijvoorbeeld echografie, door dopplermetingen en door echo-metingen te gaan uh, gebruiken om dan al op voorhand te gaan kijken van waar zit die stoornis. En dat wil men dan ook koppelen. Uh, dit is hier uh, onderaan uh, bij optie 2 een beeldje van een, van een patiënt, um, waarbij dat er heel nauwkeurig zou kunnen bestraald worden. Net zoals je kanker bestraalt, zou je als je weet precies tot op de millimeter nauwkeurig waar in het hart je een stukje wil wegbranden, zou je dat ook niet invasief kunnen doen. Dat is een tweede technologie die er, die er aankomt, dat je dus niet meer in de patiënt moet gaan voor een hartoperatie uit te voeren als het gaat om een eenvoudige wegnemen van zo'n uh, verkeerde elektrische prikkel. En het derde um, lijkt een beetje, een beetje science fiction, maar, maar is echt aan het gebeuren. Um, sinds enkele jaren weet men vanuit de biomedische wetenschappen hoe je genen van andere orga organismen kan inplanten uh, ...in dit geval in, in proefdieren. En een van de technieken die hieruit ontstaat is de zogenaamde optogenetica. Als je gaat kijken, er zijn algen uh, die in de zee leven en die zijn lichtgevoelig. En genen daarvan kan je implanteren in het hart... ...zodanig dat die hartcellen gaan depolariseren... ...een elektrische prikkel geven op het moment dat je daar licht op schijnt. En vandaar is men nu bezig met te kijken enerzijds hoe kan je die technologie naar mensen krijgen... En anderzijds is men ook aan het kijken hoe kan je op die manier gaan defibrilleren. Dus we weten nu defibrillatie, als je zo'n zo zeer ingewikkeld patroon hebt in het hart, kan je dat, dat patroon met een zekere mate van succes stoppen door zo die elektrische uh, shocks te geven. Maar dat, dat verbrandt eigenlijk je hart, dat maakt ook zaken kapot. Uh, dat is moeilijk. Uh, maar men bekijkt om dat nu ook te gaan doen en in de toekomst zou het kunnen zijn dat als je zo'n uh, probleem hebt, dat men dan je, je hart gaat infecteren met zo'n gen van een alg, waardoor het lichtgevoelig wordt en dat men dan in plaats van zo'n defibrillator een ledlampje implant net naast je hart en dat je dan met licht het hart kan gaan defibrilleren. Dus dat is een, een derde techniek die er ziet aan te komen. Ik ga nu twee slides conclusies trekken. Ik hoop dat je het een, een leuk praatje vond. Um, dit zijn mijn conclusies specifiek over het hart. Namelijk, het is nog steeds niet mogelijk om precies te zien wat er tijdens de ritmestoornis gebeurt zonder een katheter in je hart te plaatsen. Dus vandaar, vanuit de stem, vanuit de ingenieurswetenschappen en vanuit de wetenschappen is er daar nog werk te verrichten. Tweede puntje. Op dit moment hebben we computermodellen zover gekregen dat we kunnen begrijpen hoe hartritmestoornissen evolueren. Maar het personaliseren van hartmodellen voor het plannen en therapie wordt nog ontwikkeld in de komende jaren. Ook moderne technieken zijn onderweg, bijvoorbeeld dus de niet-invasieve diagnose en behandeling of defibrilleren met licht. En dan hoop ik dat je ook onthoudt dat er soms vanuit een onverwachte hoek inzichten kunnen komen. Uh, in dit geval hadden we strings en gekromde ruimten vanuit de Theoretische Fysica, die ook um, inzichten geven over hartritmestoornissen. Ik dacht dat het ook fijn zou zijn om een beetje breder dan die hartritmestoornissen een aantal conclusies te trekken. of, of mijn mening te delen, althans daarover. Uh, ik denk dat het, het praatje dat ik hier heb gegeven een, een mooi voorbeeld is. Uh, als je echte problemen hebt in de wereld, dan moet je niet in vakjes denken. Dan moet je over disciplines denken. Dan moet je niet zeggen: dit is een fysica probleem, of dit is een medisch probleem, of dit is een, een wiskundig probleem. Als je gaat kijken in de praktijk naar de grote uitdagingen van de wereld, zoals zeggen: COVID en klimaat er ook zijn, dat zijn voorbeelden van complexe systemen. Daar moet van alles in geïntegreerd worden. En we dat is ook een, een zee van kansen, maar ook wel een, een zekere urgentie natuurlijk om daar zaken mee te doen. Dus ik kan ook zeggen: ik, ik, ben zelf, uh, zeer, uh, ik vind het zeer fijn dat ik in deze tijd wetenschap kan doen. Er zijn, er zijn enorm veel zaken die, die we leren, um, maar er zijn natuurlijk ook die grote uitdagingen die er zijn. En dat is mijn, mijn finale boodschap hiervan. Laten we die, die zaken proberen te combineren. Er is artificial intelligence. Je hebt, we rekenen op zeer performante computers. Er is een zee van data uh, waar we structuren in moeten uh, vinden. Er zijn ook wetenschappelijke kennis, er komt steeds meer wetenschappelijke kennis bij. Dus je hebt, je hebt eigenlijk vier voorraden van zaken die je kan gebruiken. En ik denk dat als we die allemaal gebruiken door daar creatief mee aan de slag te gaan, uh, dat we het nog meer kunnen bereiken. Het zou makkelijk zijn om te zeggen: van wel, het hart, we gaan dat oplossen, puur vanuit de data science. We gaan gewoon kijken wat er is, machine learning op toepassen, en dan zal het wel opgelost geraken. Wel Dat is goed, maar als je je, je eigen hersencellen er ook nog eens bij legt, denk ik dat je nog verder geraakt en dat we nog sneller vooruit kunnen gaan. Dus bij deze, dit was mijn uh, presentatie. Uh, bedankt voor je aandacht, hopelijk mag dit je inspireren. Uh, om ooit zelf aan de slag te gaan, als uh, ik weet het niet, een gemotiveerd persoon uh, die bepaalde uitdagingen in de wereld wil, wil aanpakken. Dank je wel. Ik kan nog even verder gaan, want er werd mij gevraagd om mogelijke, mogelijke examenvragen aan jullie voor te leggen. Ik heb er hier uh, drie gevonden. Ik denk van, van eenvoudig naar moeilijk. Uh, ik heb onderweg drie systemen. Genoemd, die net als het hart reactiediffusiesystemen zijn, dus noem mij drie van die systemen. Um, kijk eens in je korte termijngeheugen of die er nog in zitten. De tweede vind ik zelf ook leuk. Ik heb uh, door um, Efficiëntie in de tijd hebben, maar drie experimentjes kunnen doen. Maar je kan zelf wel denk ik andere configuraties vinden om bijvoorbeeld een een Mexican weef zo'n dubbele spiraalgolf te maken of te kijken wanneer twee weefs botsen met elkaar. Of als je twee bronnen hebt en de ene is snel en de ander is traag, wat die doen met elkaar. Je kan dat gerust een keer zelf uitproberen. Um, en dan denk ik dat het leuk is om op voorhand te denken wat gaat er gebeuren en het dan uit te voeren. Zonder dat resultaat daar naartoe te werken, maar dan te kijken dat dat wel het emergente resultaat is. En dan vraag drie, eh, welke toekomstige ontwikkeling in het behandelen van hartslagmistorie spreekt je het meest aan en waarom? We hebben gezien dat er verschillende zaken zijn die, die er gaan komen. Wel, denk er eens over na en, en, en schrijf neer van, van wat je daar eh, spannend aan vindt of wat je daar het meest nuttig in lijkt. Voilà, dat was het.